Hallo en welkom. Je luistert naar weer een opname van Radio Parascoop en jouw presentator is Mark. We hadden het tijdens de vorige uitzending over die negatieve energieën of over het herkennen van energieën. Maar vandaag wil ik het dus met je hebben over het herkennen van negatieve energieën die andere mensen op jou uitstralen, waardoor jij de ander blijft voeden omdat je niet in staat bent om op een bepaalde manier een weerbaar antwoord te geven, waardoor jij in je eigen kracht kunt blijven staan. Hoe zeg ik dit? Het gaat erom dat de ander die een aanval op jou zet of vindt dat jij bewust of onbewust iets moet voelen waar jij zoiets van hebt, ja, hier heb ik eigenlijk helemaal niks mee van doen. Maar toch word ik door die ander geraakt. Hoe kan ik dan ervoor zorgen dat ik uit het systeem van die ander blijf? En dat ik in ieder geval voor mezelf een vrij veld hou, een vrij gevoel. Want ja, krijg het maar gezegd. Of iemand begint zich helemaal uit te jouwen tegen jou en zegt van ja, maar hier en daar en zo en zo. En je kunt er werkelijk niks mee. Hier gaat het om. Waar gaat het om? Het gaat erom dat je dat mag zien als een patroon van de ander. En de ander heeft jou zogenaamd nodig om dat stuk van dit patroon zo lang als mogelijk beantwoord te kunnen zien in deze. Oké. Dus dat stuk beantwoord zien gaat dan over het feit dat die ander daar controle in wilt houden over jou. Je mag je niet goed voelen. Je hebt geen prettig gevoel over jezelf te mogen ervaren. Laat staan dat je chakra's opengaan. Laat staan dat je geluk mag ervaren. De chakra's opengaan, daarvan wordt, daar is nogal eens wat spraakverwarring over. Maar het gaat er voornamelijk om bij het opengaan van je chakra's, is dat je weer hernieuwd tot bloei kan komen en kunt zeggen van nou, dat was het dan. We hebben dit gehad en we herkennen het en we hoeven het niet meer in ons systeem te laten, waardoor we weer op de oude manier in ons oude patroon gevoed worden. Gaan we op de oude voet verder, dan daar heb ik niks gezegd, dan is dat zo, klaar. Maar willen we vrij van dat oude, willen we een stukje hernieuwd herbeleven in onszelf, dan is het goed dat we die negatieve spiraal kunnen doorbreken om ons te concentreren op onze aura en chakra's. En bewust of onbewust probeert iemand die de aanval zet toch wel degelijk gebruik te maken van een zwak deel in jou, waardoor hij mee kan liften op de momenten waar hij in een later stadium weer iets nieuws kan neerzetten. Hoe ga ik daar nou mee om? En wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het bij die persoon blijft en dat het geen deel wordt van jou? Op het moment dat als jij hierin op wrok reageert, dan geef jij de aanleiding voor die persoon om te doen laten denken dat het wellicht werkelijk zo is wat er wordt gedacht. Vaak is een antwoord zoiets van wie is wij gestemd door? Ja, maar dat hoeft niet altijd. Laat ik het zo zeggen, je verdient beter. En doordat je dat uit
jouw eigen negatieve spiraal kunt leren herkennen. Dus doordat jij die negatieve boost van die ander op jou kunt leren herkennen. En dat uit jouw systeem kunt filteren. Kunt zeggen, zo, hier heb ik helemaal niks mee te maken. Kun je trouwens mooie oefeningen mee doen. Hè? Dus dat je overeind blijft staan. Nou, en op dat moment, als je ook daadwerkelijk zonder jouw wrok dat kunt zeggen aan de ander, ben je op weg. Het is de basis van de zelfherkenning. Maar men compenseert nogal graag. Men is graag zodanig diep gezonken in dat eigen stuk wrok dat het daar best lekker vertoeven is. En dat je op een of andere manier er toch wel naar je zin hebt of zo. En waarom ook niet, hè? Lijden is lijden, dus dat kan dan nog ook wel erbij. Nee, lieve mensen. Wij zijn, als het ware, unieke wezens. En we hebben het recht op een beetje geluk, op een beetje liefde, op een beetje warmhartigheid, benadering van normale herkenningssituaties, waarbij je niet achteraf het gevoel moet krijgen, shit, waar ben ik nu in godshemelsnaam weer in beland. En dat gebeurt helaas maar al te vaak achteraf, dan komen die patronen bij de ander los en dan bevorderen we allemaal een dagelijkse beleving en dan is het lijden en last. Kun je het herkennen, is het goed. Weet je het van je af te houden, is dat ook goed. Maar lukt het niet om het van je af te houden en krijg je last van die prikkels die daar door de ander in jouw systeem worden gedropt en gevraagd, ongevraagd wordt gezegd van en hier doe je het er maar even mee. Dat gaat niet. Dat hoeft niet. Pak het uit jouw systeem. Leg het buiten jouw chakravelden omweg. Leg het buiten jouw aura omweg. En drop het. Maar drop het zo dat je wel weet, oké, die persoon heeft dat daar en ze zo om die en die reden willen proberen, is niet gelukt, lukt gewoon niet meer, klaar. Dan ben je mooi bezig. Hè? Maar zolang jij die persoon nog steeds de kans geeft om op een of andere manier die invloed daar toe te laten, ja, dan heb je de eerste laag van de lekspanning op het chakra al zitten. En de rest is dat gaat van het ene naar het andere prikkelgevoel. En dat kunnen lastige momenten worden. Lieve mensen, daar vragen we niet om. En daarom ook deze uitzendingjes waarbij we van tijd of tijd even sparren en wel of niet achteraf met elkaar in discussie gaan niet over. Ik vind het ook leuk als er wordt gereageerd. Dat hebben we de vorige keer ook mogen zien van hoe iemand anders het weer oppakt en er tegenaan kijkt. Het is allemaal erg plezierig om te mogen zien gebeuren. Maar vooralsnog telt dat dergelijke sterk houdende energieën makkelijk de kwetsbare mensen hierin raakt. Negatieve energieën die hebben het nogal eens aardig gemunt op ons, ik hou het maar even bij mezelf, zo vaak het dan, op mijn zwakke schakelpatroontjes. Nu dan wel, dit was het voor nu, Radio Paraskoop, je presentator Mark, ik hoop dat je hier iets van hebt kunnen volgen. Tot de volgende keer. Bye bye voor nu.